Het Museum van de Psychiatrie op het terrein van het Vincent van Gogh Instituut gaat binnenkort verhuizen naar het nieuwe museum Borggraaf Paviljoen, waar het samen met het museum Het Vreulijkeshuis een nieuw onderkomen krijgt. Samen met de vrijwilligers Pierre Hebben en Jacques Linskens keken wij voor het laatst rond in het vrijwilligersonderkomen en het tijdelijke oude museum op het Vincent van Gogh Instituut. Waarom is het belangrijk dat het museum psychiatrie in Venray is? Ik vind het belangrijk dat iets wat nu al meer dan 110 jaar in Venray is, waar heel veel mensen de kost aan verdiend hebben, waar heel veel mensen dus behandeld zijn, dat bekend blijft voor de toekomst, bewaard blijft voor de toekomst. Mm-hmm. Want we zullen altijd mensen hebben die last hebben van het hoofd, om het zo maar eens heel gewoon te zeggen. Van 1884, toen kwam de Tweede Krankzinnigenwet uit. En die bepaalde dat de provincie zelf voor de opvang van hun psychiatrische patiënten moesten zorgen. En de provincie is daarmee aan de slag gegaan. Heeft uiteindelijk de Broeders van Liefde bereid gevonden om dat instituut in Venray te bouwen. En vooral meneer Trinnes, die zat in de gemeenteraad en de provinciale staten, die wist daarvan. En die heeft toen gezorgd dat een beetje dat het instituut naar Venray kwam. Dus dit is eigenlijk de allereerste plattegrond van Sint-Servatius. Heel kort, toen de Broeders van Liefde in Venray gingen bouwen, was het dus ook vrij logisch dat de Zusters van Liefde ook in Venray gingen bouwen. En daar was dit de overste van. En Servaas is in 1905 begonnen met bouwen, de Broeders van Liefde. En de Zusters van Liefde in 1907. Toen het instituut gebouwd werd, kenden we hier 4 klassen. Eerste, tweede, derde en vierde klas. En we hadden ook nog het onderscheid, paviljoens voor rustigen, halfrustigen, onrustigen en incontinenten. Daarachter men heeft een tijd lang gemeend dat men aan de vorm van hoofd en gezichtsuitdrukking alle heel en kon bepalen welke ziektebeeld iemand had. En toen werden dus op Sint-Anna en op Servaas dus op deze manier foto's genomen. Daarom zeggen we ook gezicht van de psychiatrie. Een van die behandelingen van het begin van ons instituut was bijvoorbeeld de bedverpleging. En men dacht dat rust is goed voor de zieke mens. Dus men dacht van we stoppen de mens in bed en dan worden ze ook beter. Maar ook daar kwam men al vrij snel achter dat dus niet het geval was. En arbeidstherapie, bezigheidstherapie heeft men eigenlijk wel vanaf het begin van het instituut tot op heden toe is dat altijd toch wel geweest. Dan was het vooral in het begin dus kun je hier mooi zien, landbouwwerk, de boerderij van Sint-Anna, dat de mensen meehielpen in de landbouw, bijvoorbeeld de wijk, waar nou de wijk het Brugse gebouwd is, dat is eigenlijk drooggelegd, om het zo maar eens te zeggen, door de patiënten van hier. En dit is ook weer een vorm van arbeidstherapie, bezigheidstherapie. En dat was eigenlijk de eerste therapie waar het instituut ook geld aan verdient. Meer als bezigheidstherapie, als arbeidstherapie. En daar zaten ook vaak de mannen die veel energie hadden. En die konden dan energie kwijt aan het maken van die matten, want dat was toch schijnbaar tamelijk zwaar werk. Ik heb het dus nooit in werking gezien. Maar de badverpleging, ja, dat is ook weer zo'n therapie die ontstaan is uit het denken van wat ik net zei, van rust en dingen is goed voor mensen. Dus nu zeggen we nog wel eens, ga lekker een half uurtje in bad liggen om lekker uitrusten en bij te komen. Nou, en uit die gedachte is de badverpleging ook ontstaan. Dat is gedaan van ongeveer de jaren 20 tot begin jaren 50. Dit is een behandeling die ik dus als verpleegkundige niet meer gekend heb. Dus die was toen al afgeschaft. We kennen 2 vormen van depressie. Dat is een endogene depressie en een exogene depressie. Een endogene depressie, dan zeggen mensen van, ik snap niet, ze heeft alles of hij heeft alles. En toch is hij depressief. Dat noemen wij een endogene depressie. En een exogene depressie, ja, de naam zegt het al, van buitenaf. Dan kun je vaak min of meer een oorzaak aanwijzen.
Dat is een apparaatje dat werd door meneer Dorst zo'n val. En die dacht met... Ja, ik weet niet of ik het aan kan zetten. Dat is dat. En men dacht dat men van alles met die straling die dat blauwe ding geeft, kon behandelen. Van aanbijen tot schizofrene mensen. Dat is ook weer zo'n apparaatje dat ontstaat bij de gedachte. Men gaat dat uitproberen en dat komt dan ook snel tot de conclusie dat het eigenlijk niet is wat men... Wat men denkt. Want waar komt dat van? En dat heeft ook weer te maken met ja, dat de elektriciteit werd uitgevonden. Die ging een grote rol spelen in de maatschappij. En om maar een voorbeeld te noemen, de beide instituten, dat waren de eerste plaatsen waar Venray elektriciteit had. Venray zelf nog geen elektriciteit. Dus, op Sint-Anna had je alleen maar vrouwen en op Servaas had je alleen maar mannen, tot de jaren 80. Dat verschil is dat toen ik op Servaas kwam in 1960 werkte hier één vrouw op het laboratorium en de rest werd alles gedaan door mannen. Op Sint-Anna lag dat iets genuanceerd, dat had je dus in de technische dienst, in de tuinen, op de boerderij had je wat mannen werken. Maar dat was het enigste verschil met Servaas. Al het andere werk, de keuken en alles werd... Als mensen in het museum komen, dan kijken ze een beetje wat doet een wieg in een psychiatrische inrichting. Maar ik zeg dan altijd van, waar vrouwen zijn, kunnen kinderen geboren worden. En ja, daar is dit dan een voorbeeld van. Er is mij ook gevraagd, of ons ook gevraagd afgelopen week, van gaan jullie mee naar het nieuwe museum? Ja, en ik ga in elk geval mee, want dan weet ik waar ik ja of nee tegen zeg. Als ik nu al nee zeg, weet ik niet waar ik nee tegen zeg. Dus ik ga dus gewoon mee met de hoop en de verwachting dat er toch nog een taak is voor de groep van vrijwilligers die meegaat. Dus, en gelukkig is me dat meegevallen, de groep die ja zegt tegen het nieuwe museum. Dat is mij 100% meegevallen afgelopen woensdag. Dus.